vertaalslag van YouTube naar lineaire tv. Dat werkt echt voor geen meter. Nu wordt het een wereldwijde Netflix original. Welkom bij The Future of YouTube. Een serie gesprekken die we maken in samenwerking met 5PM. 5PM is het bureau dat uitgevers en merken helpt aan meer succes op YouTube. En bij mij te gast in deze aflevering Jeroen Koopman van Newbie. Jeroen, welkom. Dankjewel. Er zijn een paar mensen die kijken, die kennen Newbie niet. Dus doe de pitch. Newbie, ja, we zijn een productiebedrijf in Amsterdam. 8 jaar geleden begonnen. En gespecialiseerd in de on-demand wereld. Mm. Dus we maken, ontwikkelen en maken producties, films en series. En de meeste van die producties zitten op wat wij dan on-demand platformen noemen. Dat is Netflix, Videoland, Amazon, maar ook YouTube. En Amazon, oh ja, dat is de Amazon Prime. Amazon Prime. Ja. En dus jullie zijn een soort nieuwerwetse televisieproductiebedrijf eigenlijk. Soort 2.0, 3.0, 6.0. Ja, zo ervaren we dat zelf niet, maar de buitenwereld zal dat misschien zo zien. Ja. Ben jij het begonnen alleen? Of? Ja, ik ben het 8 jaar geleden in mijn eentje begonnen. En hoe groot is het nu? Ik denk dat we op kantoor zitten met een mannetje of 40. Waarvan ongeveer twee derde freelancers en stagiaires zijn. Oh. Een stuk of 15 kernteam. Maar je groeit behoorlijk hard, toch? Ja. Al jaren? Ja. Elk jaar eigenlijk? Ja, we groeien elk jaar eigenlijk bijna hetzelfde. Maar waarin groei je dan? Want dat is altijd natuurlijk het allerbelangrijkste. Dus nou, in omzet, in mensen? Als ik tel in omzet en mensen. Ja, winst mogen we nog wel ietsje beter doen. Ja, om te investeren wat je aan het doen bent natuurlijk. Dat zeg ik ook altijd. Ja, we gaan zo meteen even over je bedrijfsdoelen en zo. Dat vind ik ook wel weer interessant in het speelveld waarin jij zit. In het producentenlandschap, noem ik het maar even. Maar eerst maar even de diepte in. Het begon, als ik zo mijn research doe, begon het een beetje met Misfit, toch? Tenminste, dat is wel een soort case die een soort symboliek in zich heeft, toch? Ja, stiekem waren we al wel eventjes bezig, maar dat was wel een hele zichtbare case. Precies. En zeker als het gaat om YouTube wel een interessante, denk Precies. ik. Precies, waarom? Nou, wij waren al heel actief op YouTube als producent. Dus we ontwikkelden en maakten zowel hele kanalen als losse series. En werkten daarin al heel veel met YouTube-sterren. En al jaren ook met Jamila, meisje Jamila, zo heet haar YouTube-kanaal. Ze is een Nederlands meisje, woont in Amerika. Of meisje, vrouw, ze is 25. Ja. En die kwam op en we doen haar management ook, ook al jaren. En zij kwam op een gegeven moment naar ons toe en zei, goh, ik zou wel graag iets scripted willen doen. En zij bedoelde eigenlijk voor YouTube, dus iets gescript, fictie, drama. En wij wilden heel graag een bioscoopfilm maken. En toen zeiden we, zullen we daar niet meteen een bioscoopfilm van maken? Waarom wilde jij heel graag een bioscoopfilm? Nou, ik geloofde heel erg in de turnaround van iemand die heel veel fans en following heeft op YouTube. En dat te vertalen naar een nieuw platform. En we hadden al jaren gemerkt dat de vertaalslag van YouTube naar lineaire tv, dat werkt echt voor geen meter. Hebben we met schade en schande geleerd. Maar we geloofden wel dat die stap naar de bioscoop wel zou kunnen werken. Mits met het juiste talent en het juiste idee. Omdat je de fanbase kan transformeren op qua plek van online kijken naar een bios. Ja, omdat die doelgroep die naar YouTube kijkt ook wel een doelgroep is die naar de bioscoop gaat. Terwijl die doelgroep die heel erg naar YouTube kijkt helemaal niet meer naar tv kijkt. En dus daar is dat. Die vergissing heb je wel gemaakt in het begin. Ja, absoluut. Schade en schande, gewoon commercieel keihard. Gewoon. Ja, dan merk je, hey, dat werkt niet. Sterker nog, dat werkt averechts. Want dan probeer je een kijker te bedienen die niet geïnteresseerd is in die YouTube-sterren. Dus die haken af en de kijkers die normaal naar YouTube kijken, niet hebben niet de moeite om naar lineaire tv te gaan. Dat voegt niks toe. Nee. Ja. En wij zien nu erg dat de stap van YouTube-talent naar de bioscoop heel goed werkt. Ja. Maar de stap van YouTube naar wat wij dan SVOD, of wat SVOD heet, subscription basis, dus Netflix, Videoland, Amazon, Disney Plus binnenkort, dat ook heel goed werkt. En dat werd een succes, of niet? Ja. De Misfit. Ja. Waarom? Nou, door Jamila. Ja. Ik denk ook heel erg door het team met wie we het gemaakt hebben. En ik geloof ook wel heel erg dat het heel erg gewerkt heeft, omdat heel veel mensen niet geloofden dat het zou gaan werken. Mm. En dan word je blij van. En dan word ik altijd wel, nou, blij, dan word ik wel gemotiveerd van. Mm. Dus als heel veel mensen die op belangrijke posities zitten zeggen van, jongetje. Jongetje, dan moet je zeker, dat gaat niet werken en steek je tijd toch in iets anders. Dat ik dan altijd denk, fuck, dat wil ik juist dan wel gaan doen. Heb je dat altijd gehad? Nou, ik moet een beetje bletten, want de laatste tijd gebeurt het minder. Omdat we hebben een aantal dingen die. Voor je zit bij mainstream. Ben ik mainstream? Dan denk ik, shit, we moeten wel die tegenstand een beetje. Dan ben je zelf zo'n mannetje. Dan komen er gastjes bij jou. Nou, sterker nog, heb ik ook wel eens gehad dat er een eindredacteur was op een YouTube-platform dat we hebben. First. En die zei, ja, ik heb deze en deze
sterren in gedachten, daar wil ik wat mee doen. En ik had er nog nooit van gehoord. Dus ik zeg, ja, pff, ga niet werken. Ga niet werken. En toen dacht ik, nou ja, maar het maakt ook eigenlijk uit, dus nou doe maar. Maar ik dacht hardop, ga niet werken. En het werkte heel goed. En toen leerde ik nog beter dat als jij het niet kent, wil niet zeggen dat het er niet toe doet. Ja, precies. Als we kijken naar YouTube, hè, als kanaal, waarin onderscheidt het zich dan van andere kanalen? Zeg maar de USP's van YouTube, jij als kenner? Nou, ik zou ons niet per se YouTube-kenner noemen, maar wel... Dat was één van je kennisgebieden. Onderscheid van wat? Zeg maar van andere kanalen. Van Netflix of... Amazon of televisie of whatever. Wat kenmerkt YouTube? Ik zou zelf zeggen dat in de basis YouTube een sociaal platform is. Hmm. Anders dan zowel tv als Netflix als Amazon. En een sociaal platform wil dus zeggen dat je in de kern van origine en nog steeds iemand volgt, nog meer dan iets. Ik ga RTL4 kijken, maar op YouTube volg ik First of Jamila of Dylan. En ben ik in de basis fan van hem. En hij gaat op een gegeven moment dingen maken die zo tof zijn dat ik nog meer fan word van hem. Hm. Dus dan wordt het een mix van fan worden van de serie die hij maakt, als wel van de persoon wie die is. Ja. Terwijl bij die andere kanalen je vooral heel erg gaat kijken naar de serie, de film, de vorm, en niet naar van wie die serie dan precies is. Ja, precies. Ja. En ik denk dat daar heel erg in de kern het verschil zit. En wat het ook heel moeilijk maakt voor bedrijven, en dan bedoel ik merken, ja, om heel gemakkelijk heel veel volgers op te bouwen, omdat het niet alleen maar draait om die serie. Het draait echt om het gezicht en de herkenbaarheid en de authenticiteit, ja, die dat uitstraalt. Ja, en dus zeg maar, corporate boodschappen doen het dan wat minder, om het, ja, even netjes te zeggen. Ja. Over corporate gesproken, mooi bruggetje, een andere case waar misschien learnings uit kunnen trekken, is Toon. Ja. Voor de mensen die het niet kennen. Nou, Toon is een comedy-serie. Ja. We doen sowieso heel veel comedy. Ik moet al lachen, omdat ik heb alleen maar de teaser gezien. Ik heb de hele serie nooit gezien. Maar als ik die kop nu al voor me zie, dan moet ik alweer lachen. Maar echt, ja, een rasacteur. En je zegt net, het ligt dicht bij de waarheid wie die is. Ja. Maar wat onhandige meneer. Ja, Toon, de pitch is... De serie gaat over een sociaal onhandige loner, zeggen wij. Of loser, maar ja, het is zeker geen loser. Nee, het is een loner. Een sociaal onhandige loner die tegen zijn wil in beroemd wordt. Ja. En waarbij iedereen, zeker tegenwoordig, heel graag beroemd wil worden. Ja. Wil hij dat juist niet. En hoe meer hij het niet wil, hoe beroemder hij wordt. Geweldig. Dat is eigenlijk een anti-held. Ja. Ja. En die serie kwam tot ons doordat er een maker, regisseur kwam. En die zei, ik heb dit idee, met deze acteur ook, ja, Joep. Echt, en Joep had nog nooit op een set gestaan en nog nooit... Maar hij kende de regisseur of degene die, ja, het idee kwam. Beert, ja, het zijn Katen. Beert en Katen. Ja, en Dirk van Pelt, dat is de schrijver. En zij met z'n drietjes hadden dit idee. Ja. En wij proberen sowieso altijd als bedrijf heel erg een lage drempel te hebben voor mensen met een idee. Ja. En die te verwelkomen. En wat we heel erg zien is dat er makers bij ons terechtkomen die heel erg geloven in hun idee, maar wel met een soort idee komen wat, ja, misschien in de traditionele hoek, en dat was vroeger natuurlijk vooral NPO, minder snel land, omdat ze bijvoorbeeld onervaren zijn of uit een andere hoek komen. Jullie staan daar opener voor. En wij staan daar, nou ja, sterker nog, de basis van ons bedrijf is talent. Dus bijna elke productie start eerder nog met het talent. En dat dan herkende je bij dat Rital? Ja, ik herken, ze hadden een filmpje op een mobiele telefoon. En ook volgens mij met een mobiele telefoon gedraaid. En ik moest daar echt al, dat is gewoon een heel kort scène, je moest er hardop om lachen. Wat ik met die teaser had, dus weer. Ja, hoe vaak moet je hardop lachen in een meeting om een filmpje? Dat is gewoon niet zo. En toen dacht ik, wow, er zit. En ik geloofde ook in Beer, de regisseur. En tegelijkertijd waren we toen in gesprek met KPN. Die kwamen toen met hun, ja, nieuwe... Ja, want daar is het bruggetje naar corporate. Hè? Zo, ja, kwam ik weer erbij. Want toen heeft KPN heeft het soort van geadopteerd. Of tenminste, heeft de rechten gekocht. Nee. Ja, hoe dat dan werkt is... wij zagen dat die video. Wij geloofden in het idee. Maar dan is dat nog niet pitchbaar, zeg maar. Ja. En dan gaan we dat verder ontwikkelen. En dan hebben we een pilot gemaakt. Ja. Die, zeg maar, meer was dan die mobiele telefoon, ja, video. Om ook te laten zien van... dit kan een grote serie worden. En we wisten KPN, die kwamen met KPN presenteerd. Dat was hun nieuwe... Daar zijn ze mee gestopt. Het is het client-only channel. Ja, ja, ja. En wij wisten al wel, want dat hadden ze ons gebriefd, dat ze op zoek waren naar ideeën rondom het thema muziek. En dit ging over een jongen die beroemd werd door een muziekfilmpje. Ja. Dat viral ging tegen zijn wil in. Nou, en dus dacht, hey, dat is wel een interessante match. Toen hebben we het gepitcht aan KPN. Die hebben toen de productieopdracht aan ons verleend.
en één seizoen gemaakt. En dat werd toen eigenlijk een onverwachts succes. In de relativiteit. In de relativiteit. Van het kanaal. Ja, want er keken in alle eerlijkheid niet heel veel mensen naar het kanaal. Omdat het sowieso natuurlijk alleen voor KPN-klanten was. En het was in de opstartfase. Maar daarbinnen deed Toon het echt heel goed. En we wonnen ook prijzen in het buitenland. En dus het was, iedereen voelde wel een soort van shit. Oh, we waren zo trots op die serie. En zijn trots op die serie. Tegelijkertijd nog bij heel weinig mensen. Precies zoals je zegt. Oh, ik zag die trailer. Ik was meteen maar ik heb die serie nooit gezien. Nee. En dat voelt als maker ook wel. Ja, van het verdient een veel meer aandacht. Ja, aandacht is ook wel een energievorm die je als maker nastreeft. Hey, en long story short, wat is de situatie nu met Toon? Nou, nu wordt het een wereldwijde Netflix original. Ja, hoe cool is dat? Ja. Verkoop je dan de rechten aan Netflix of hoe werkt dat dan? Nou, hoe dat eigenlijk werkt is, wij hebben op een gegeven moment gezegd van we willen eigenlijk een nieuw publiek gaan zoeken voor deze serie. En nou, willen jullie ons daar de vrijheid voor geven? En toen zijn wij eigenlijk op pad gegaan. En ondertussen hadden wij Misfit. Die had het heel goed gedaan in de bioscoop. Die was al verkocht aan Netflix. En die deed dat heel goed. Dus dan, nou, dat gaf ons een wat makkelijkere relatie, zeg maar, in Netflix. Die zeker toen, vorig jaar, echt nog wel wat geslotener was dan dat ze nu zijn. Ja. En die bleken na gesprekken nou, ook heel enthousiast over Toon. En daar vanaf, ik mag nog niet zeggen vanaf wanneer, maar hij wordt dus buiten Nederland. Dus in Nederland komt hij gewoon als Toon. En buiten Nederland wordt het een wereldwijde Netflix original. En wordt hij gewoon subtitled? Subtitled, ja. In volgens mij weet ik veel, 85 landen of zo. Nou, hoe cool is dat? Ja, dus dat is echt. Maar nogmaals, van wie zijn de rechten nu? Of is dat te ingewikkeld? Ik kan er niet zo. Nee. Maar dat is Netflix, een soort combi van Netflix, KPN en jullie? Het is een deal tussen Netflix en ons. Oké, de KPN is daar uit inmiddels. Ja, ja. Moet een bedrijf als KPN, want daarom dat ik er even zo blijf hameren, om een learning te trekken uit dit gesprek ook. Is het goed om als corporate te zeggen, ik wil een eigen online kanaal hebben waar we video's gaan produceren en distribueren? Nou, ik denk dat je, als je die vraag zo, zeg maar, zo breed zou stellen, is er ook niet een helder antwoord op. Ik denk dat heel erg de vraag is wat je ermee wil. Hè, dus wat is het doel van dat kanaal en waar start je dat kanaal? En als ik bijvoorbeeld Misfit even als case neem, daarin zijn wij dus maker van de film, maar ook eigenaar van de film. En hebben wij dus een belang dat die film verkocht wordt in de bioscoop. En daarna aan Netflix en op DVD en noem maar op. Zeg je nou DVD? Ja, zelfs op DVD verkoopt zo'n film nog. Ja, niet heel weinig hoor, maar wel het onderdeel van de business case. Oh, okay. En dan kiezen wij ervoor YouTube bijvoorbeeld in te zetten als kanaal om die film te promoten. Dus een YouTube-kanaal te starten rondom de film met heel veel content en formatjes. En dat kanaal heeft niet als doel om alleen maar bereik te creëren. Het kanaal heeft als doel om populariteit voor een product, namelijk een film, te creëren. Mm-hmm. En dan werkt het dus heel goed. Maar past een corporate merk daarin? In de wereld van produceren, distribueren, media, content? Absoluut. Ja? Ja, want kijk, wat is de angle? Wat is de link dan? Uiteindelijk moet de link voor de corporate zijn een product. Of een dienst, of een zichtbaarheid, of een naamsbekendheid, of een favorability, of authenticiteit. En ik geloof wel heel erg als dat merk of de corporate vertelt vanuit zijn eigen verhaal. Dus dat het heel dicht bij hem of haar of het bedrijf zelf staat. Ja. Dat het dan heel goed kan werken. Ja. Hey, en als we kijken naar de komende jaren, wie worden jullie grote opdrachtgevers? De SVOD-spelers. Dus de Netflixen, de Amazons. Ja, Disney Plus. Veel discussie binnenkort. Nu in Nederland, hè, dat de partijen moeten zich verenigen. We moeten opkomen tegen de grote techreuzen. En we moeten met z'n allen een nationaal Netflix gaan oprichten met de NPO erin en Talpa en RTL en de persgroep. Goed idee? Ik vind het heel moeilijk om dat te beantwoorden, omdat wij echt aan de faciliterende kant zitten. Dus voor ons is deze ontwikkeling eerder, zeg maar, hoe meer spelers, hoe beter. Dus de komst van een Disney Plus is voor ons eerder positief dan negatief. Ik zeg wel eens, je hoort heel erg het narratief inderdaad van de superplatformen. En dat, daar zit een soort negatieve connotatie aan. Ja. Oh. En die snap ik heel erg vanuit een nationale, lineaire kijkbeleving. Ja, precies, maar daar zit jij niet in. Maar daar zitten we. Dus voor ons is het een hele positieve ontwikkeling. En hoe meer platformen, hoe meer manieren hoe je je kijker kan bereiken. Ja. En wat wij wel heel erg zien is dat
eigenlijk twee dingen. Is dat de grenzen tussen landen heel erg vervagen. He, dus we pitchen dan een toon en dat wordt, kan je nu over de hele wereld zien. Terwijl dat was echt, hadden wij echt niet zelf bedacht. Nee. Dus het is een nationaal idee wat wereldwijd zichtbaar wordt. Tegelijkertijd worden de grenzen tussen de platformen steeds groter. He, dus het verschil tussen wat een Netflix commissioned, dus besteld, en Videoland of... maar ik vind Videoland daar overigens heel goed in bezig op dit moment. Ja. Dan zie je dat die verschillen steeds groter worden. Dus grenzen tussen platformen worden groter. Mm-hmm. Grenzen tussen landen vervagen. Ja. En ik denk dat het niet zozeer belangrijk is hoe je samenwerkt, maar dat je propositie heel duidelijk is en onderscheidend is van de rest. En dat de kern moet zijn. Jij hebt er een broertje dood aan dat jij wel eens vergeleken bent met John de Mol. Ja, lastig. Nou, ik snap het wel. Omdat misschien wel waar John eindigt nu zo'n beetje, mogen we toch wel stellen, zo langzamerhand, hè, met zijn tv-producentencarrière. Misschien een beetje korter de bocht, maar zit in zijn laatste fase, laat ik het zo zeggen. Sta jij misschien wel aan het begin? Ja. Kijk, het voelt voor mij altijd een beetje alsof je... moet ik het nou zeggen? Alsof je iemand hebt die, zeg maar... in een soort subtopgroep van volleybal zit. En die dan een soort van het groeien is in het volleybalsegment. Zegt van, hey, ben je niet de nieuwe Ajax of zo? Terwijl het is niet alleen een hele andere league. Echt een hele andere league. Zie je het zo? Maar ook een andere tak van sport. John zou willen dat hij een wereldwijd distributiedeal kan maken met Netflix voor een serie. Dat weet ik niet of hij dat zou willen. Ik zou het niet schetsen als zeg maar tweede klasse volleybal. Maar nee, ik schets mezelf als tweede klasse. Nee, dus zou ik niet doen. Oh, zo, nee, ja. Ik denk dat je zelf onderschat. Nee, ja, ja. Nou, ik ben niet heel erg van de vergelijkingen van de. Ja. Nee, nee. Hoe zie je de toekomst van Newbie? Nou, eigenlijk in lijn van wat ik net zei over de platformen is de grenzen vervagen. Dus ik denk dat voor ons een hele belangrijke stap is om te internationaliseren. Ja, the world is the marketplace. Ja, en niet door overal kantoortjes te beginnen. Maar hoe dan? Maar gewoon vanuit hier. Hè, bijna alle grote partijen zitten hier, zijn vanaf hier. Je kan dus met Nederlandse ideeën de wereldmarkt bestormen. Dat is het imago ook wat dat betreft, hè, denk ik. Hè? De Nederlandse producentenmarkt. Komt ja. En ik denk dat we voor Newbie, we staan op een hele interessante plek. Want we hebben dus, volgens mij zijn we de enige producent die een bijna 100% SVOD's zeg maar, portfolio heeft. In een markt die nog eens heel erg groeit. Elke grote producent wil jou hebben. Klassieke tv-producent, ja. Ja. Maar vooralsnog zijn we gewoon op eigen kracht willen we heel erg groeien. Ja. En de laatste vraag, de toekomst van YouTube. De titel van deze serie, The Future of YouTube, hoe zie je die? Ik geloof heel erg dat YouTube... nog maar aan het begin, zeg maar, ik hoor wel eens van, ja, ontwikkeling is voorbij en het kan niet groter dan het is. Maar volgens mij staat YouTube in dit landschap juist nog aan een soort vooravond van nog groter te worden. En dat iedereen zich steeds beter realiseert dat er niet één modus is waarin dat voor hem of haar, en dan heb ik het over een bedrijf of een persoonlijkheid of een producent, niet één modus is die zou moeten volgen op YouTube, maar dat je voor ieder wat wils daar wat uit kan halen. Ja. Of het nou marketing is voor je film, zoals wij het doen. Of een succesvolle ondernemersserie zoals deze daar laten groeien. Dus echt een platform waarop je je eigen invulling kan geven. Ja, en wij zien het heel erg als een marketinginstrument. Ja. He, dus het is voor ons niet, behalve First, dat is echt een eigen platform. Ja. Maar voor de grote series en films die we doen, zien we het als een marketinginstrument. Maar het kan ook je businessmodel zijn. En het kan ook je zoekmachine zijn. Het kan ook je manier zijn om zichtbaarheid voor je bedrijf te creëren. Dus het is... Of nieuws te vertellen. Ik vind bijvoorbeeld dat NOS op 3 doet dat heel goed. Ja. Hè, door Jong Team. Jong Team, originele verhalen. Ja. En dan zie je dat het gewoon werkt. Ja. Nou, ik denk dat dat... dus dat is ook de toekomst. Aan prachtige content en prachtige mediaconcepten de komende jaren geen gebrek. En de data mag je niet noemen, maar één kijker heb je in ieder geval. Ik ga absoluut Toon kijken. Looking forward. En dank dat je mijn gast wilt zijn. Ja, nou, dankjewel ook. En dankjewel voor het kijken naar een aflevering van The Future of YouTube die wij maken. Heel graag in samenwerking met 5PM. Dankjewel voor het kijken. Hoi.